Heracles speelt in de eerste helft in een soort 3-5-2 systeem met Kangas, Kolka en Weghorst in de aanval. Voor wat het waard is, want tijdens de training heeft Heracles vooral nog gewerkt aan het fit worden. Tactiek komt later aan bod. Maar het is wellicht een aardig experiment in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Dit is Paljic. Hij vindt Weghorst voor de goal. En de spits die overkwam van FC Emmen scoort direct. Zijn vierde treffer van deze voorbereiding. Daarmee is hij clubtopscorer van Heracles. Jesse weggestuurd aan de linkerflank. Voor de goal is Weghorst weer helemaal vrij. En die knikt hij keurig binnen. 2-0 door een kopgoal van Weghorst. Uit statistiek is gebleken dat Heracles vorig jaar heel slecht scoorde op het onderdeel koppen. Om dat te verbeteren is er zelfs een speciale kopgalg aangeschaft deze week. Maar die heeft Wout Weghorst blijkbaar niet nodig. En ook dit is een kopgoal. Nu gescoord door Alexei Kangas-Kolka op aangeven van Mike de Wierik. En zo is het na een dik half uur inmiddels al 3-0 voor Heracles. Opnieuw Mike de Wierik. Steekpaas naar Navratil. Die een beetje hangend op rechts speelt. Voor de goal Wout Weghorst. En hij scoort zijn tweede hattrick van deze voorbereiding. Doelpunt nummer 6 voor de spits uit Borne. Dit lijkt een overtreding op Paljic. Goed voordeel gegeven door Maurice Paarhuis. Scheidsrechterstalent uit Ommen. Want het aanval van Heracles loopt door en leidt tot een treffer van Menno Heerkes. Zoon van oud-trainer Gert Heerkes. Hij kwam over van Heerenveen. En zet Heracles op een 5-0 voorsprong. Nog altijd in de eerste helft. Opnieuw Heerkes. Breed op Jesse. Krijgt wat ruimte voor een schot en doet dat heel aardig. Edwin Jesse op slag van rust met de 6-0. En in de tweede helft brengt Jan de Jong een aantal nieuwe spelers binnen de lijnen. Zoals Thomas Bruns. Bas Sibum. Wout Weghorst is blijven staan, legt de bal hier pan klaar voor Daan Rienstra. Het jonge broertje van Ben Rienstra die deze zomer naar PEC Zwolle is gegaan. Daan is wel gebleven in Almelo. Hij scoort hier de 0-7. Dan wordt Wout Weghorst alsnog bedankt voor zijn bewezen diensten van vanmiddag. Hij wordt afgelost door Oussama Tanane in de punt van de aanval. Sibum raakt de bal niet helemaal goed. Dat wordt een mogelijkheid voor Sharma Ekuchu. Maar hij scoort niet de eretreffer voor de Zweef. Ploeg die vorig jaar kampioen werd in de zondag tweede klasse. En komend jaar dus weer uitkomt in de eerste klasse. Maar Heracles is duidelijk een maatje te groot. Zeker in de tweede helft. Hier de 8-0. Simon Tjommer op aangeven van Oussama Tanane. En dan laat Heracles nog de nodige kansen liggen in de tweede helft. Met name Weghorst een paar keer. Bellassani kreeg een dot van de mogelijkheid. Maar desondanks staat de teller al op 8. Pelopessi komt goed voor zijn tegenstander. Tanane. Oussama Tanane. 9-0. Het draait dit jaar bij Heracles allemaal om het cijfer 10. Zo zei voorzitter Jan Smit deze week op de persdag. 10e jaar op rij in de eredivisie. En de 10e plek is het doel. Dus kijken of ze vandaag ook de 10 kunnen halen tegen de Zweef. Dit is wel een mogelijkheid die benut zou moeten worden. Linse, niet zelfzuchtig, gunt de treffer aan Oussama Tanane. En zo wint Heracles inderdaad met 10-0 van de Zweef. Ik moet zeggen dat het eigenlijk heel plezierig en goed verlopen is. We trainen heel hard. En dat is natuurlijk altijd zo in de voorbereiding. Maar het bevalt heel goed. Ik denk dat we een mix hebben van wat ervarende spelers en ook heel veel jonge talenten. En ik hoop dat het een mooi seizoen gaat opleveren.